Breda Nu. Je weet het meteen. Hey, ik zal eerst even uitleggen waarom ik hier sta. Het is namelijk zo, ik zei vanmorgen in de schatkeet, zei ik, ik vier vandaag mijn 50ste verjaardag. En toen zei ik, dankjewel. En toen zei ze, nou weet je wat, dan mag jij vandaag dagvoorzitter zijn. Ik zei, dagvoorzitter. Maar ja, ik heb het ook maar gedaan, dus als het niet allemaal goed gaat, moeten we niet kwalijk nemen. Het is voor mij een beetje ongewoon. Maar het stond tegenover dat ik een kratje bier zou krijgen. Dus, ik wil u natuurlijk namens Amphia Ziekenhuis en Voorkeur alvast van harte welkom heten. We gaan zo meteen dus de officiële handeling doen voor de start van de bouw. Ja, nogmaals van harte welkom. En het is u misschien al opgevallen, het is een bijzondere dag vandaag. Niet alleen omdat ik maar verjaardag vier, maar het is vandaag ook de 11e van de 11e. En ter gelegenheid daarvan hebben we gedacht van, nou, dat vinden we, en dat hebben we ook al gezien natuurlijk op de uitnodiging, met grote letters Alaaf. Dus dat spreekt voor zich dat de prins ook aanwezig is bij de start van de bouw. Dus een heel bijzonder moment gaat het worden. 11-11-2016, het feest kan beginnen. Het is zover. De nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis gaat nu echt beginnen. De 11e van de 11e is in Brabant een datum van betekenis. Het is de start van carnaval. En tevens de start van de bouw van de creatieve versierde wagens. Ook de bouw van het nieuwe Amphia ziekenhuis vraagt volop creativiteit. Logisch dus dat deze datum is gekozen voor een feestje. Handeling van opening werd op een leuke en grappige wijze gepresenteerd. De voorzitter van de dag sprak met een aantal personen, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, de artsen, verpleegkundigen, de cliëntenraad, een buurtbewoner en de firma Trebbe. Wat betekent het ziekenhuis voor de gemeente Breda? Ja, enorm veel. Laten we beginnen dat nu het HZL-station af is, dat het bouwwerk wat we hier neerzetten, is gewoon een van de grootste bouwprojecten van Zuid-Nederland op dit moment. En Prins Carnaval van het Amphia ziekenhuis. Gasten aanwezig. Bent u er klaar voor? Ja! Oké, vertel. Hey, wacht even, ik moet even aftellen. Oké. Kijk, daar gaan we op. Voor het fotomoment ook, hè? Heb je een foto? Ja. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. Even wacht even. Zullen we bij Emma beginnen? Oh, wacht even. De stekker zat er niet. Ja, het moest allemaal vlug. Ik zei nog, dat kan ik niet. Die rode helm is geen mikpunt, dames en heren. Oké, als het goed is zitten de ogen allemaal aan deze kant van de piketpaal ook. Even. Ja, goed gedaan. Oké. 3, 2, 1, 0. Oh, dat gaat goed. Ah. Perfect. Even niet te snel, want de fotograaf moet nog een paar foto's maken. Even kijken, er gaat eentje een beetje te langzaam. Ja, kijk. Ja, dames en heren, ja. Kijk, schitterend. U mag hem vastzetten, het touwtje. Zo, en hier heb ik ook nog een paar flessen, als u die eventjes door wil geven. Hier ook eventjes voor u. Oké, schenk bij elkaar de glazen vol, dames en heren. Breda Nu. Je weet het meteen.